Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. De tuin is 1000 vierkante meter ongeveer, met de huizen erbij ongeveer 1350. Ik ben toch eigenlijk, als ik de kans heb en het regent niet al te erg, toch wel, ja, eigenlijk de hele dag wel buiten, als ik even kan. Want ik vind het vreselijk om binnen te zijn, dus ja, dat varieert van 4-5 uur tot 8-9 uur. En ik heb wel eens momenten gehad dat mijn man me ging zoeken 's avonds, of ik nog wel rechtop stond. Maar dan schemerde het al en ja, dan was ik er nog niet weer. Maar u ziet dat niet als werken? Nee, ik zie dat niet als werken. Dat is pure passie. En ik merk ook niks en ik hoor niks en ik zie niks meer. Ik ben gewoon helemaal weg. Ik zie trouwens weinig exoten. Ja. Is dat met opzet? Ja, aan de ene kant, we hebben geen plek om ze te laten overwinteren. Dus ja, dan ben je daar ook niet zo mee bezig. Ik heb 2 agapanthussen en die gaan 's winters in de schuur. En verder heb ik geen, nee, maar ja goed, als die zomers zo door blijven gaan, dan kunnen we de exoten gewoon buiten laten, denk ik. Dus, hè? Ja. Welk gedeelte van deze tuin heeft uw voorkeur? Ja, dat kan ik niet. Dat is een onmogelijke vraag. Want als ik zeg dit stuk, dan doe ik die andere dingen weer tekort. Want het zijn allemaal dingen die ik zeg maar, ja, in mijn hoofd had zitten toen ik hier bezig was. Dus ik vind elk deel van de tuin heeft zijn charme. En ik kan niet kiezen. Kan ik niet. Nee. Daar heeft u toch wel een paar jaar over gedaan om zover te krijgen? Ja, een jaar of 10 in totaal, zeg maar. Ik bedoel, je hebt toch, ja, en ook nu dit jaar ga ik ook weer een bepaald stuk helemaal opspitten. En dan ga ik dat helemaal opnieuw indelen, want dus, er is iets dat bevalt me niet. En dat heeft niet goed gewerkt deze zomer. En dan ga ik dat anders doen. Ja. Ja. En zo blijf je bezig? En zo blijf je bezig, gelukkig wel. Ja. Nu heeft u vandaag overdag. Ja. En wat zijn de reacties van de bezoekers? Ja, iedereen vindt het mooi, want kijk, mensen die komen, die zijn toch allemaal al geïnteresseerd. En het varieert heel erg van, ja, je krijgt mensen die zitten in het vak, dat zijn hoveniers of tuinarchitecten. Vandaag waren er ook kinderen bij, was ook heel gezellig. Maar er komen ook mensen die hebben net een huis gekocht met een tuintje en die willen graag, ja, inspiratie opdoen.